slaapzakken, warmtedekens, pizza en heel veel fan worden. Vanavond staat zanger Harry Styles in de Ziggo Dome en de echte fans die waren er al flink vroeg bij. We slept here two nights. 7 uur 's ochtends. 4 uur? Nee, 5 uur vertrokken. Ja. Ik was nummertje 1, inderdaad. Ja, we willen gewoon zo dicht mogelijk bij Harry staan. Stukje bij beetje komen ze dichter bij hun idool. Het is voor de Ziggo Dome niets nieuws, die rijen vol met fans. In het bijzonder bij evenementen waar heel veel jonge fans komen en die uitverkocht zijn. Het is een soort koningsdag. Ik ben heel gezellig gehad. Het was één groot pyjama party eigenlijk. Kleurplaatspul meegenomen, dus we redden ons weer. En zo vroeg betekent ook de nacht overbruggen. Maar officieel mag je op het Ziggo Dome terrein niet slapen. Dus wij sliepen net naast bij het viaduct hiernaast. Ja, slaapzakje erbij, lekker tentje, alles, de hele vibe. De allereerste in de rij, die zorgt dat alles soepel verloopt. Kijk waar ik ben hoor, 53. Oh. Doe je gewoon een nummertje opschrijven en dan op die manier hou je je plekje in de rij dan ook vast. Zodat je ook weg kan gaan naar de wc of omkleden of weet ik veel wat. En dat is nodig voor de gezondheid van de fans, vindt Ziggo Dome directeur Danny. Die vallen namelijk nog wel eens flauw. Het komt daardoor slecht eten, niet genoeg gedronken hebben. En temperatuurwisseling, want de temperatuur binnen is anders dan de temperatuur buiten. En dat is af en toe wel een zorg. Vandaar dat we zeggen, kom gewoon wat later binnen. Dat is gewoon wel gevaarlijk. En het is ook gewoon niet fijn als je zelf dan heel de nacht hier hebt gelegen. En dat je dan ineens tijdens het concert ga je niet lekker, zeg maar. Ja. Ja. Als ik zo achter u kijk, dan staan er allerlei hekken. En wordt het toch wel gefaciliteerd door jullie? Ja, natuurlijk. Als er eenmaal zijn. Hè. En als we zien dat er echt iemand toe is aan water bijvoorbeeld. Dan hebben we dat wel achter de hand om het te faciliteren. Jullie hebben het koud? Ik heb het wel een beetje koud, ja. Eet en drink goed. En als het echt te koud is, dan ga ik even naar het hotel toe. Om 6:30 gaan de deuren open voor het concert vanavond. Waarschijnlijk het dichtste bij wat ik ooit ga zien. Dus dat is wel maar meer goede spanning.